Wat we hier aan het doen zijn is een oefening van het Korps Nationale Reserve. En wij beoefenen diverse scenario's in het bewaken en beveiligen van het Nederlandse grondgebied. Want dat is onze kerntaak in Nederland. En dit scenario wat we hier hebben gedraaid hoort daarbij. Hierbij hebben we een wat we noemen mobile vehicle checkpoint hebben we ingericht. Om daarmee onze aanwezigheid te laten zien en tevens te kunnen controleren wat mensen meenemen zo onderhand. Ja. Er was net een incident, wat gebeurde er? In dit geval we hebben oefenvijanden tijdens deze oefening. De oefenvijand in dit geval waren 5 mannen in een auto. En 1 daarvan bleek een explosief bij zich te hebben. Daarna hebben we dus het gebied ontruimd. Zo ver mogelijk van het explosief vandaan te zitten, zodat we veilig zitten. En de 5 mannen aangehouden. Dus ze zijn allemaal aangehouden, maar we zagen er ook nog eentje die wegsprintte. Was dat de bedoeling? Ja, er ging er 1 vandoor. Dan zijn er 2 dingen die je kan doen. Je kan er of met z'n allen achteraan gaan, maar dan ben je de andere 4 kwijt. Dus in dit geval hebben we ervoor gekozen om bij die andere 4 te blijven. En het bleek ook dat hij daarna terugkwam. En toen hebben we hem als eerste eruit gepakt om te controleren. En toen bleek dus dat hij ook degene was die een explosief bij zich had. Ging dit volgens het boekje of gaat u nog evalueren? Hoe gaat zoiets? Na elke oefening gaan we uiteraard evalueren. En ik heb ook al wat dingetjes gezien die de volgende keer weer strakker kunnen. Maar over het algemeen ben ik erg tevreden over wat ik heb gezien. Ja. Oefening geslaagd? Ja, wat mij betreft wel. Ja. Ja. Nou, wij vinden het heel belangrijk om alle skills en drills die wij het afgelopen jaar beoefend hebben, ook een keer in de praktijk te beoefenen. En daar hebben we echt die 3 dagen hebben we daar voor nodig. Wat wordt er zoal geoefend? Kunt u een paar voorbeelden geven? Wij gaan beoefenen sociale patrouille, dus een contact maken met de burger. En hopen dat ook de burgers daar het initiatief nemen om contact te nemen. Ze moeten leren te reageren op meldingen. Dat doen ze door voetpatrouilles of gemotoriseerde patrouilles. We hebben een oefenvijand rondrijden in een omgeving van 20 militairen of VEVA-studenten in Burger. Die zich op een bepaalde manier verdacht maken. En dat moet door ons opgevallen worden. Okay. En 3 dagen lang, slapen ze dan ook in de Bollenstreek? Ja, ze slapen in de Bollenstreek. Het is 24-7 is men actief. De pelotonscommandant maakt een slaaprooster. Dus om de 8 uur gaat men slapen of actief dienst doen. U oefent nu, maar in het echt kunt u een paar voorbeelden noemen dat u in actie moet komen? Ja, wij komen actie bij rampen, bij maatschappelijke onrust, wanneer Defensie op moet komen draven, wanneer de burgemeester bijvoorbeeld militaire bijstand vraagt, zal het in eerste instantie een beroepseenheid opgetrommeld worden. Maar voor het voortzettingsvermogen zijn wij dus beschikbaar. We zijn in feite de reserve, de flexibele eenheid van de Koninklijke Landmacht. Voor u heel bijzonder, want wat gaat er zaterdag gebeuren? Ja, zaterdag neem ik afscheid als commandant. Na 8 jaar commandantschap ga ik op een ander dek functioneren. Ik ga naar de bataljonstaf en mijn opvolger gaat het vanaf zaterdag overnemen. Oké, en hoe laat u het achter? Heel goed. Ik denk dat ik een kompier achterlaat die best op zijn taken berekend is.